Voorzitter, hoezeer wij het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de weg van Brexit op te gaan ook betreuren. Ik moet zeggen, de afgelopen weken, maanden, ben ik die keuze wel steeds meer gaan begrijpen. En dan doel ik op de soap rond het verbod op Pulskor. Voorzitter, het voorgestelde Pulskor-verbod is in strijd met hogere EU-regelgeving. Ik zal dat duidelijk maken. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie zich moet inzetten voor milieubescherming. De Algemene Visserijverordening maakt dat concreet. Minder ongewenste bijvangsten en positieve milieueffecten. En wat levert de Pulskor op? Precies, veel minder bodemberoering, veel minder bijvangsten, veel minder brandstofverbruik en CO2-emissie. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie wetenschappelijke en technische vooruitgang bevordert. Het Pulskor-verbod werpt de vissers, de visserij, terug in de tijd. Voorzitter, het EU-verdrag bepaalt dat de Unie toeziet op de samenhang tussen beleidsmaatregelen. Die samenhang is zoek. Met de aanlandplicht moeten ongewenste bijvangsten omlaag. En door het Pulskor-verbod gaan de ongewenste bijvangsten omhoog. De visserijverordening vraagt besluitvorming op basis van het best beschikbare wetenschappelijk advies. Die Pulskor is omringd door positieve adviezen. Van Wageningen Marine, van ICES, van de Noordzee Adviesraad. Ja, en gehoor geven aan emotie en leugens past hier dan niet bij. Kortom, het Pulskorverbod is in strijd met Europese afspraken. En onze vooruitstrevende vissers zijn de dupe. En daarom, ik vraag het kabinet om de premier naar Brussel te sturen en daar met alle mogelijkheden die hij in zich heeft, het voortbestaan van deze oer-Nederlandse bedrijfstak te bevechten en daarvoor te gaan. En ik vraag het kabinet om als het besluit valt, om naar het Europese Hof te stappen, zodra dat verbod dus wordt doorgezet, omdat dit strijdig is met, zoals ik net heb aangegeven, met andere en hogere EU-afspraken. Is de minister bereid deze beide lijnen te volgen? En daarnaast wil ik graag een conceptbrief aan de collega's overleggen met het voorstel om die namens de Kamer naar Eurocommissaris Vella te sturen. En in die brief hebben we nog eens samengevat, wat ook verschillende collega's hebben ingebracht, wat de bezwaren tegen het Pulskor-verbod zijn. En misschien mag ik die brief overhandigen met het verzoek deze te distribueren onder de collega's. Dan geef ik mevrouw Bromet het woord. Ja, want ik ben wel benieuwd met welke opdracht de heer Bisschop premier Rutte naar Brussel stuurt. Is dat de opdracht om meer ruimte te zoeken dan dat er nu lijkt te komen? Omdat er in de teksten staat dat er 5% ruimte blijft. De tweede vraag die ik dan aan de heer Bisschop is hij ook bereid om een keer verder dan zijn eigen gelijk te kijken? Ik hoor hem over rechtszaken, terwijl er 27 landen zijn op dit moment die voor het akkoord zijn dat er nu ligt en één land tegen. En dat ene land is Nederland. En dat geeft toch wel te denken, lijkt mij. De heer Bisschop. Voorzitter, wat de opdracht betreft die de premier dan zou mee moeten krijgen. Ik kom zo meteen nog even terug op de aantallen. En daar zit ook heel veel ruis op de lijn. De collega's hebben daar ook al naar verwezen. En de opdracht aan de premier zou dan zijn om zoveel mogelijk schepen het recht om met de Pulskor te vissen, dat te garanderen, dat te realiseren. Mevrouw Bromet. En voorbij het eigen gelijk. Ja, kijk, een van de collega's zei dat zojuist. Gelijk hebben is nog niet zelf als gelijk krijgen. Wij weten allemaal, je moet wel de ogen gesloten hebben, hoezeer dit besluit genomen is op basis van emotie en valse voorstellingen en desinformatie. Nu het besluit er ligt, geven betrokkenen dat zelf ook toe. Niet voor niets heeft collega Geurts het Financieel Dagblad geciteerd, waar dat ook openlijk wordt beschreven. Mevrouw Bromet.
Ja, voorzitter, ik vind het een onderschatting van 27 Europese landen door te spreken dat zij door misinformatie tot dit standpunt zijn gekomen. En ik vind de strategie van de SGP in deze ook een hele gevaarlijke, want er is nu een opening, er mag wetenschappelijk onderzoek gedaan blijven worden en het kan ook de andere kant opvallen, namelijk dat er een totaalverbod komt en dat het over en uit is. Zeker. Alleen, ja, de vraag is, moet je dat als Nederland accepteren? Ja, je zult op een gegeven moment misschien niet meer kunnen. Niet anders kunnen. En dan zal de sector die zal ongetwijfeld zich weer op nieuwe innovaties storten. Maar het feit dat in 2016 de Europese Commissie al aangegeven heeft dat PulseCore een toelaatbare vangstmethode is, en dat daarna de omslag gekomen is, dat zegt toch genoeg. Dat betekent dat hier geen wetenschappelijke basis is voor dit soort zaken. En daarom vragen wij ook, leg het voor aan het Europese Hof. Want hier wordt gehandeld in strijd met de Europese regelgeving zelf. De heer Moorlaag. Ja, voorzitter, met het pleidooi om het te laten toetsen door het Europese Hof. Hè, dat elk besluit mag juridisch worden getoetst. Daar ben ik het wel mee eens. Maar wat ik van de SGP niet gewend ben, is opportunisme. En, voorzitter, maar wat ik toch in de bijdrage van de heer Bisschop beluister, is een forse dosis opportunisme. Door te stellen dat je begrip hebt voor de Brexit, als je deze besluitvorming ziet, wil de heer Bisschop daarmee beweren dat Nederland een beter af zou zijn zonder toegang tot Europese viswateren en dat we uitsluitend in onze eigen wateren kunnen vissen. Als je toch deelneemt in een samenwerkingsverband, dan is het toch voor better en voor worse, is het. De heer Bisschop. Voorzitter, ik vind het spijtig dat de heer Moorlaag hier ons opportunisme aanwrijft. Wij hebben consistent steeds het goed recht van de pulskorvisserij bepleit. Dat heeft niks met opportunisme te maken, maar dat heeft wel met rechtsgevoel te maken. Als je ziet, en de onderzoeken wijzen erop, de wetenschappelijke onderzoeken, als je ziet dat het een methode is die voldoet, die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen, minder milieubelasting, minder bijvangst en noem het allemaal maar op, en het wordt dan toch verboden, ja, dan is dat onrecht. En dat wordt verboden op basis van emoties, van gevoelens. En ik heb niet gezegd dat, laat ik het anders zeggen, wat de Brexit betreft. Ik heb gezegd, hoewel wij de keuze van het Verenigd Koninkrijk om de weg van Brexit op te gaan zeer betreuren, ben ik het wel meer gaan begrijpen. Okay. Namelijk met dit soort ongefundeerde besluitvorming. Dan leidt dat tot een steeds kritischer houding van, ten opzichte van de EU. En de EU snijdt zich hier op den duur, op langere termijn gezien, zichzelf enorm mee in de vingers. De heer Moorlaag. Deze zien het niet. De heer Moorlaag. Ja, voorzitter, de heer Bisschop vist naar mijn smaak het troebel water als hij begrip gaat tonen voor de Brexit. Die zou hartstikke schadelijk zijn voor de visserij. Het tweede punt van opportunisme, voorzitter, is dat wij als parlement een brief gaan sturen naar de Europese Commissie. Dat is een soort staatsrechtelijk novum, ben ik ook niet gewend van de SGP. Heeft de heer Bisschop geen vertrouwen in de regering? De heer Bisschop. Nee, het vertrouwen in de regering staat buiten kijf. Maar het gaat hier om dat wij als parlement ook een duidelijk signaal afgeven dat wij liefst kamerbreed in de richting van de Europese Commissie aangeven dat wij dit een niet aanvaardbare manier van besluitvorming vinden. En dat wij de uitkomst ook niet aanvaarden. En nogmaals, voorzitter, ik vind het jammer dat de heer Moorlaag opnieuw dat woord opportunisme gebruikt. Ja. Ik weet niet precies welke lading daar binnen de Partij van de Arbeid aan wordt gegeven, maar binnen de SGP is het verwijt van opportunisme is grievend. En u bedoelt dat ook grievend, begrijp ik. Nou, de heer Moorlaag, wat bedoelt u daarmee? Nee, ik bedoel het niet grievend, voorzitter. Ik constateer alleen dat de bijdrage van die bisschop op een aantal onderdelen daarnaar riekt. En dan vind ik ook dat ik dat mag benoemen. De Partij van de Arbeid kiest anders. Wij kiezen ervoor om de uitvoerende macht van de regering te respecteren. Dus het afgeven van een signaal, dat zou naar mijn smaak moeten doen via de regering. Okay. Voorzitter, maar als je dan als wetgevende macht constateert dat besluitvorming ondeugdelijk is, op ondeugdelijke gronden plaatsvindt, dan is het toch volstrekt legitiem om daar het signaal van af te geven. Ik zie ook absoluut niet in wat dat voor opportunisme is. Dit is gewoon alle instrumenten benutten die je in je koffertje hebt. De heer Bordé. Wat mij niet duidelijk is aan de bijdrage van de heer Bisschop, is of hij nou vindt dat de Europese Unie
hoewel volledig terecht zich bemoeiend met onze visserij, in dit geval een verkeerd besluit heeft genomen, optie A, of dat de Europese Unie zich helemaal niet zou moeten bemoeien met onze regels over vissen. Welke van de twee is het? Ja, er is nog een derde optie. Je zou namelijk ook de EU kunnen hervormen zodanig dat alleen betrokken landen betrokken zijn bij besluitvorming over bepaalde dossiers. En dat de Donaulanden die geen belang hebben bij de Noordzeevisserij, dat die daar ook geen zeggenschap over hebben. Ik noem maar iets. Dat is de derde optie. En dat is de optie die wij voorstaan. Een hervormde EU, waardoor je een veel realistischer besluitvorming krijgt. De heer Baudet. Dus dan zou in dit geval de stem van Macron nog zwaarder wegen. Binnen dit dossier zou Frankrijk inderdaad zijn stem hebben, ja. Dat is wat op dit moment. Dan help je dus de vissers helemaal niet. En dat wil ik even laten zien. Dus u bent dan in de weer en zo. U vindt het allemaal van een brief schrijven, van alles nog wat. Maar als het gaat om hoe gewoon feitelijk de macht geregeld is op dit moment binnen de EU, dan wilt u dat dus niet alleen in stand houden, u wilt het de relatieve macht van Nederland zelfs verzwakken door allerlei landen die op dit moment juist onze strategische bondgenoot kunnen zijn, de landen in Oost-Europa en Midden-Europa, uit te sluiten van deze besluitvorming en zeggen, oh, dat doen we wel samen met Frankrijk. Ja, dat is nou juist precies het land dat de drijvende kracht is achter dit verbod. Volgens mij, voorzitter, heeft het feit dat de Oost-Europese landen mee mochten stemmen, heeft bepaald niet ten gunste van Nederland gewerkt, helaas. Dus dat argument, dat gaat niet op. En het is, en daarin verschil ik denk ik met de heer Baudet van mening, het is echter een illusie om te denken dat je zonder Europees verband kunt als het gaat over in ieder geval een substantieel aantal dossiers. Als het gaat over de visserij. Dan ga ik naar de heer Geurts. Ja. Helder. Ja, voorzitter, ik heb net naar het betoog van de heer Bisschop van de SGP-fractie geluisterd. En hij heeft via u ook een brief laten uitdelen, een conceptbrief aan de Kamerleden. Die heb ik even proberen snel te lezen. Ik sta er zeer sympathiek tegenover. Laat ik daarmee beginnen. Maar er zit wel een komma bij. Ik ben wel benieuwd hoe de heer Bisschop tegenaan kijkt. Als de minister zou reageren, dat helpt mij niet in de lobby in Europa om dit te doen. Hoe reageert de heer Bisschop dan? Wij wachten graag de reactie van de minister af. Daarom heb ik het ook hier publiekelijk in mijn bijdrage een plek gegeven. De aankondiging van deze brief. De reflectie van de minister wordt zeer op prijs gesteld. Daarnaast blijft staan dat je als Kamer ook een eigenstandige verantwoordelijkheid hebt. En op basis van datgene wat er aan reactie komt van de minister, plus een afweging van wat onze eigen verantwoordelijkheid is, zouden we dus stappen kunnen zetten. Maar vandaar dat die conceptbrief alvast rondgedeeld is. Nee, dank voorzitter, ook dank voor het antwoord. Nogmaals, CDA-fractie staat zeer sympathiek tegenover de inhoud van de brief en de mogelijkheid om dat te doen. Maar ik wil niet laten gebeuren dat wij, omdat wij dat onze verantwoording vinden, zo'n brief gaan sturen naar de Europese Commissie. En dat dan later blijkt dat het averechts werkt op het feit wat we willen gaan behalen. Dus dat even als dat. Ik hoop dat de minister nog even uitgebreid op de inhoud van die brief ingaat. Goed, dat gaat de minister ook doen, denk ik. De heer Weverling. Ja, ik wacht ook graag het oordeel van de brief af van de minister, of op de brief. En is de heer Bisschop niet bang dat juist de brief ook inderdaad averechts kan werken? Kijk, de Europese Commissie heeft feitelijk natuurlijk een beetje een draai om zijn oren gekregen van het parlement, omdat die eigenlijk de technische verordening hebben overroeld. Ja. Wat kan deze brief aan een individuele commissaris nog uithalen? De heer Bisschop. Nou ja, uiteindelijk moet de Europese Commissie daar een standpunt over innemen, evenals de Europese Raad. Alleen die brief, daar wijs ik nog maar even op. Die brief, dat is niet de enige lijn. Daarnaast is wat mij betreft ook de gang naar het Europese Hof een absoluut een reële optie. En ja, dan loop je daarin bepaalde risico's. Dat ben ik met de collega's eens. Maar ik hecht er wel aan om het signaal ondubbelzinnig vanuit de Kamer, ondubbelzinnig dat heeft u ook bij de commissie gemaakt te brengen. Ik stel voor dat u verder gaat. Ja. Voorzitter, na afloop van de triloog leek het duidelijk. De helft van de pulskorvissers mag door tot 2021, de andere helft moet direct stoppen. Maar na het lezen van het aangepaste voorstel heb ik toch wat vragen. Ik probeer het even af te pellen. 22 vergunningen zijn verleend op basis van de huidige vrijstelling van 5% in de verordening technische maatregelen. Ik maak uit het aangepaste
aangepaste voorstel op dat deze vrijstelling halverwege 2021 vervalt. Mijn vraag is, klopt dat? Dan, 20 onderzoeksontheffingen zijn verleend op basis van de verordening technische maatregelen. En ik maak uit het aangepaste voorstel op dat deze optie overeind blijft, maar dat bij meer dan 6 ontheffingen toestemming van Brussel gevraagd moet worden. Is het de inzet om deze 20 vissers voorlopig door te laten gaan? En dan, 42 ontheffingen zijn verleend op basis van de visserijverordening voor de aanlandplichtonderzoek. Die lopen dit jaar af. Deze vissers zouden moeten stoppen. Maar klopt het dat dergelijke ontheffingen op zichzelf losstaan van de verordening technische maatregelen? Blijft dus in theorie deze optie open? In de afbouwperiode tot 2021 zouden geen nieuwe vergunningen afgegeven mogen worden. Klopt dat dat dit niet geldt voor onderzoeksontheffingen? De minister schreef, en dan kom ik tot een afronding, voorzitter, dat het akkoord voorziet in een clausule voor heroverweging van het verbod op basis van resultaten van internationaal gevalideerd onderzoek. Dank u. Is het aangepaste voorstel? Ik zou daar graag een toelichting van de minister op willen, want ik zie dat niet zo gauw terug. Dank u wel. Voorzitter, dank u zeer. Dank u wel, meneer Bisschop. Dan geef ik nu het woord.